Janet, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben vandaag weer in Ibiza en nog steeds. Ja, het is vandaag woensdag en wij gaan vandaag naar de hippiemarkt. We weten nog niet 100% zeker, we gaan zo even kijken, want wij zitten wel ongeveer aan de andere kant. Wij zitten bij Playa de Bossa en we gaan geen 80 euro voor een taxi betalen. Maar als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met deze Ibiza vlog. Ik ben echt nog niet zo lang wakker, dus mijn ogen zijn al een beetje dicht. Wat ik vandaag aan heb is deze top van een nieuwe look. En een goed pakje van de Bershka. De Zara Bershka. En wij gaan nu lekker ontbijten. Gaan we ontbijten? Ontbijten. Breakfast. En ik ga nu nog even mijn schoenen aandoen. Dit is de schade als wij hebben ontbeten. Insta live foto's uitzoeken. We zitten nu aan tafel. En ik ga het even laten zien. Ze hebben het heel erg naar hun zin. Wat heb jij gegeten? Filmtje. Zullen we even alles opeten? Dat moet van je moeder. Het duurde even 600 uur later. Maar wij gaan naar de hippiemarkt. We wilden eerst de auto huren, maar het is hier zo raar geregeld. En een scooter lijkt ons niet echt het allerbeste idee. Dus we gaan nu met de bus. Oh, wat een beetje scooter kunnen doen. Nee schat, dat is ook duur. Dat is nog duurder dan een auto. En ja, en dan gaan we naar de hippiemarkt en ik ben er nog nooit geweest, dus het lijkt me heel erg leuk om te zien. Nou jongens, we zijn nu Living the tourist life. Deze gaat in de buidelzak. Day at the office. Nou, laat even je outfit zien, wat heb je aan? Ik heb het al laten zien. Oh. Maar ik wil het nog wel keer laten zien. Laat je outfit zien. Nou. Daar ziet er wel echt een soort van uit als heel veel geld in. Dat lijkt echt best wel. Die outfit. Ik ben wel lekker in blauw. Ja, we hebben allemaal, kijk, ik heb blauw dit aan. Hij heeft deze blauwe jurkje aan. Laten we even snel zien. Nou. Ik film wel vanaf de achterkant, vanaf de onderkant. Nou, doe maar niet de achterkant. Woehoe. Daar hoef je niet... Oh, daar is de bus er meiden. Ja. Ja, we made some new friends. A lot of friends. One night friends. Very en, good friends. En we zijn gratis de club ingegaan, gekomen. Ja, in de achterin gegaan. Oh ja, vertel het even. Oké, nou, wacht even kijken wat voor bus dit is. We gingen uit. Ja, oké. Okay. Nee, we wilden gewoon naar een bar gaan. Oké, okay, nou serieus. Okay. We wilden naar... die hebben? Nee, ja, er staat geen nummer. Vertel nou even. Ik vraag het wel even. Ja joh, je was wel, je mensen wel met... Oh, ik doe hem wel even uit hoor. Wat doe je? Maar vertel nou even over gisteren, Janet. We gaan eerst over de het mocht gratis naar binnen. Just asking the way, the right way. Is... Okay, is dit de goeie? Ja. Yes, we made it. Right? We made it. Oh yeah. Hey, je match bij de bus gaat even staan. Ja, dat is leuk. En, alles, en dan voor op de... Busje met de meiden. Ik vind jou wel echt iets te classy voor deze bus. Living the normal life. Als ik dit allemaal in mijn vlog ga doen, mensen denken echt... We zijn uit de bus. Oh. Hoi. En kijk hoe mooi blauw het water hier is. Dat is hier wel echt mooi. We zijn gewoon voor 5 euro hier, hè? Besef. We zijn uit de bus. We hebben wel even in de bus gezeten. Maar het was wel veel goedkoper dan een taxi. Dus we gaan nu naar de hippiemarkt lopen. En dan gaan we lekker winkeltjes kijken. Dus daar heb ik super... Oh, ze lopen daar. Dat gele tasje. Of lopen ze zo? Oké, okay, we hebben een super mooi plekje. Dit is onze tafel. Wat is er? En dit is het uitzicht. Oké, okay, pizza met de meiden. Met ons uitzicht. Het ziet er heel raar uit. Oké, okay, we hebben net heel erg lekker gegeten. En we gaan eerst nog even een paar foto's maken. En daarna gaan we echt naar de hippiemarkt. Want we hebben het echt heel erg uitgesteld. Maar het is hier zo super mooi. I like it. Maar ik dacht eigenlijk dat meer plekken van die pizza zo waren. Over hoe het hier nu is. Oh jongen. Oké,
being tourist with the girls. Kennen jullie dat programma? Iets van nooit... Regen. Ja, dat bedoel ik. Ja, en... Lekker schat, gaat u maar. Nee, ik ben zo van die afstap. Wow, ja. Ze ging zo. Ze ging zo. En toen deed ze zo, toen deed ze zo. Dit was levensgevaarlijk. Maar ja, zij hebben gelukkig alles over voor de Insta-foto. Wow, het is wel echt mooi hier hoor, jongens. Oké, we zijn bij de hippiemarkt. Oh, ik kan niet tussen deze scooters lopen. Zo. Oké, we zijn op de hippiemarkt. Oh, zo. Oh, betalen? Volgens mij staat het wel oprecht zo. Als je een foto van maakt, dan moet je gelijk voor hem betalen. De Hippie Markt. En Janette heeft een paar armbandjes gekocht. Ja, ik vind het wel leuk. En ik laat ze even zien. Oh, je vriendin. Laat even je armbandjes zien, Janny. Mooi. En ook een met van die schelpjes. En nu zitten we even wat te drinken. Janette en Fanta. Eigenlijk ook een, hoe heet dat? Een Fanta Lemon. Ook Fanta Lemon. En nu gaan we zo nog even lekker de markt op. Because we live in good life. Hola. Wat is tegen jou? Ik heb jullie nog een. Wat? Wat zegt hij allemaal? Ik heb het zo naar mijn zin. Oké, wij hebben even op de hippiemarkt gelopen. En wij gaan nu even rondlopen. Misschien even naar het strand. We moeten even kijken. Ze hebben niet echt heel erg strandspullen mee. Wel een bikini aan. Maar niet een handdoek of zo. En ja, dan gaan we toch gewoon met de taxi terug. Dus het maakt niet heel veel uit waar we naartoe gaan. Hippiemarkt is wel echt een aanrader. Het is heel leuk. Het is wel allemaal een beetje hetzelfde. Hadden we van die soort van caravan campers, weet je, met een airco. Oké, we zijn weer aangekomen bij een nieuw strandje. Door Claire. Dankjewel, Claire. Hey! Hey! Oké, wij zijn even lekker water aan het drinken met dit uitzicht. Nee, alleen je elleboog stond erop. Wat was je nou gekomen? Doe een duimpje omhoog. Oké, we hebben net wat gedronken en we zijn nu bij Nikki Beach. Dat is hier zo. Oh, we gaan weer. Dus... Oh nee, zo bedoel ik het niet. Maar het is hier echt heel helder water. Het is echt heel erg mooi. Zo, en het is echt super lekker weer. Hallo. Hallo. Ah, kijk! Ah! Oh, I feel really lief. Oké, wij zijn weer terug in Ibiza stad. Want we gingen net naar de hippiemarkt en we hebben nog even gekeken bij wat strandjes. Maar we moesten nu met de bus terug. En we gaan nu volgens mij nog even in wat winkels kijken. En misschien gaan we daarna even terug naar het hotel even opfrissen. En daar even lekker eten. Dus ja, eigenlijk op die manier. Het ziet er echt niet uit. Echt heel verwilderd. We hebben Mackie gehaald. Jee jee. Oh, jullie zijn de pizza's met zo wel. Wow. Is dit van mij? Nee. Eet je nou van mij met... Oh, ik lijk nu net een jongen met... Oké, we waren ons aan het klaarmaken. Mijn haar zit een klein beetje heel raar. Zullen we ons lopen? Oh, nee, hij is er al. Oké, hoe heet het? We waren ons aan het klaarmaken. Mijn haar zit echt super raar. Alleen ik wil nog even een drankje halen, want tot 11 uur is het gratis. Oké, ik zie er echt niet uit. Dus ja, dat gaan we even halen. We zijn nu pas klaar, het is 11 uur. Oké, we zijn klaar met klaarmaken.
En we gaan zo meteen naar een bar. Ik ben wel echt wat bruiner geworden. En ik heb geen foundation op. No foundation is the best make-up. Ik zal even mijn outfit laten zien. Ik heb... Maar er ligt hier ook gewoon een zwarte haar in de wasbak, hè? Kijken. Hier, er ligt er gewoon echt een. Oké. Okay. Zeg die oude eens. Zal ik het filmen voor je? Ik heb... Ik ga lekker niet zeggen waarvan het is. Een modeshirt. Waarvan is je top, schat? De film op zijn kop. Wacht zo. Kijk, zo doet de deur gewoon. Ja, maar ik weet oprecht niet waar mijn top van is, hoor. Ga je niet nou die zwarte haar? Ja. Kijk. Zwarte haar in de douche, titel van de vlog. Lang zwart haar. Kijk, nu weten jullie hoe Janet in het echt is. Ja, dit is mijn social life. Dit is de real Janet. My head is Janet. Janneke Stilleboer. My suitcase. En ze slaapt lekker altijd op een paardendekentje. Ik heb ook een jurkje aan. En ze wordt grimpen. Jurkje. Wij hebben ons... Ja, ik heb een pasje. We hebben ons helemaal klaargemaakt. Het is inmiddels 11:30. En wat ik dus net zag, is dat Leeuw Klein in die pizza is. En dat vind ik echt super leuk. Alleen we gaan er niet naartoe. Kom. Oké, en we gaan nu gaan we even naar Ibiza stad of zo. Oké, wij zijn terug van het uitgaan. Nou ja, uitgaan. Mijn stem is al een klein beetje weg. Maar we lopen nu richting het hotel. Was echt super gezellig. We waren bij Morphy's of zo. Ik heb geen idee hoe het heet. Als ik nog weet, zal ik het in beeld plaatsen. Maar het is nu 3:45. Dus wij gaan nu lekker slapen. Jongens, willen jullie morgenochtend alsjeblieft niet zo vroeg wakker worden? Als jullie het een leuke vlog vonden, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal hier beneden. En even ons allemaal volgt op Instagram. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!